We zitten hier op 3 juni aan tafel met ex-wethouder Carlo van Dijk. Een week nadat hij afscheid genomen heeft van de gemeente Oldebroek en van de gemeenteraad. We hebben Isaac de Munk al gesproken, R. Sandberg gesproken en nu de beurt aan Carlo van Dijk. En met hem praten we even over het wel en wee van de gemeente Oldebroek. In 2012 is hij wethouder geworden en mijn vraag is allereerst, is het wethouderschap echt bevallen? Het wethouderschap is heel goed bevallen. Het was voor mij een nieuwe rol. Ook een rol waarvan ik me van tevoren afvraag, moet ik dat doen? Zal ik me eraan wagen? En ik ben heel blij dat Oldebroek mij die kans heeft geboden om hier in 2012 te beginnen. Ja. Je bent in 2012 begonnen met een hele moeilijke portefeuille, financiën. Dat had je eigenlijk nog nooit gedaan. Ik was niet eerder wethouder geweest. Ik had met heel veel uit de portefeuille wel eerder van doen gehad. Hiervoor heb ik onderzoeken gedaan voor gemeenteraden, voor colleges. Dus dan zie je de meest in het oog springende problemen zie je al wel voorbij komen. Ook trainingen gegeven over gemeentefinanciën. Dus daar had ik al wel wat kaas van gegeten, alleen niet vanuit de rol van wethouder. Nee. Is het dan toch wel even heel erg moeilijk geweest om daarin te groeien? Ik vond dat niet zo moeilijk om daarin te groeien. Het is wel even zaak om je nieuwe rol je eigen te maken. Waar je voorheen vooral het probleem boven tafel moest krijgen en iedereen daar dan heel blij van werd. Ligt dat in de rol van wethouder toch heel anders. Is men niet zozeer blij met het probleem, maar wil men ook meteen daar een oplossing voor zien. En dat was een nieuwe rol voor mij, ook het aansturen van een ambtelijke organisatie. Hoe ga je daarmee om? Je bent niet de directe manager, maar je bent wel een bestuurder. Nou, dat is ook een nieuwe ervaring voor mij geweest. Dus u heeft eigenlijk veel werkervaring in de gemeente Oldebroek opgedaan? Ik heb een hele leuke tijd gehad met die verschillende rollen en verantwoordelijkheden om me daarmee vertrouwd te maken. Ja. 2 jaar wethouder geweest, 2012 begonnen, 2014 zijn de verkiezingen. Voor de verkiezingen is er gesproken over beoogd wethouder. Men wilde eigenlijk van de ChristenUnie uit 4 jaar met u verder. Op een gegeven moment kwam er toch een klein beetje ander beeld in. Heeft dat te maken gehad met de functie die de ChristenUnie zich heeft aangemeten? Dus nu het sociaal domein in plaats van financiën? Je doelt dan op waarom ik niet wethouder ben gebleven. En dat is een combinatie van factoren geweest. Een belangrijke is wel dat na de verkiezingen we nog een aantal gesprekken hebben gehad als fractie en wethouder. Ik mijn ideeën had over het bouwen wat ik steeds heb genoemd in de afgelopen tijd. En waarbij ik het beeld had van, nou, daar wil ik ook nog wel eens op voortborduren. Ik heb het idee dat we heel veel fundamenten hebben gelegd, dingen hebben herijkt. En ik dacht van, ben ik ook de goede persoon om daar dan nog eens de vruchten van te plukken. Dat je na het zaaien ook kunt oogsten. En uiteindelijk met de fractie besproken dat het toch geen goede zaak is om verder te gaan. Mag je dan zelf omschrijven als een soort puinruimer? Ja, dat kun je negatief uitleggen. Hè? Nee, dat bedoel ik dan positief hoor. Omdat je dus zegt van nou, ik ben goed in puinruimen, maar eigenlijk is het ruimen mij leuker dan het zaaien en dan ook nog oogsten. Ieder mens wil denk ik ook graag oogsten. Zo steek ik ook in elkaar. Daar zal ik heel eerlijk over zijn. Maar ik beleef ook wel uitdaging aan situaties waarin iedereen denkt van oei, hoe moeten we dit nou aanpakken? Dan wordt er iets in mij wakker. En dat is ook in Oldebroek gebeurd. Dus daar, het gaat over lastige dingen. Maar daar beleef je dan op een bepaalde manier ook wel weer een soort van professioneel plezier aan. Dat klopt. Goed, dan komt de afscheid. In het gemeentehuis vorige week dinsdag in een bijzondere raadsvergadering. En toen heeft u gesproken over 2 mensen. U heeft een hele mooie toespraak gehouden. Beetje filosofisch. Eigenlijk zou ik denken van, past het wel bij een wethouder financiën? Heb je er lang over na moeten denken? Of heb je een avond gezeten en het is er eigenlijk zo uitgekomen? Ik heb een avond gesport. En toen is dit er zo uitgerold.
Dat was overigens alweer een hele tijd terug. Dat is denk ik al wel een jaar, anderhalf jaar geleden. Dat had het op de plank liggen. Ja, het eerste wat mij is gezegd toen ik wethouder werd is... denk na over wat je hierna gaat doen. Want wethouder, dat blijf je niet voor altijd. Dus ik heb dat toen ingevuld door na te denken over... als ik afscheid neem, dan wil ik iets hebben... wat ik een gemeenschap ook kan meegeven over hoe ik het heb ervaren. Dus deze toespraak die was al heel lang af. Hij is inderdaad denk ik van een wat, hoe noem je dat? Ja, filosofisch of een hoger abstractieniveau. Maar dat vond ik ook, vind ik ook passen bij een afscheidstoespraak. Dus vandaar dat ik daarvoor heb gekozen. Ja. En toen heb je dat allemaal uitgelegd. De reacties die de pers heeft, die waren vrij kritisch. Je was zeer negatief of zeer streng of zeer, ja, zeer bot misschien eigenlijk wel naar de gemeente toe. Was dat ook je bedoeling? Ja, de Stentor die schreef geloof ik dat er een bepaalde gelaagdheid in het verhaal zat. En dat zou dan slaan op steken onder water die ik zou willen uitdelen. Ja, dat is in mijn beleving niet aan de orde. In ieder geval is dat mijn opzet niet geweest. En ik moet zeggen, ik heb behoorlijk wat reacties. Meer dan op andere verhalen ik ooit gekregen heb, heb ik reacties gekregen op deze afscheidstoespraak. En die waren allemaal positief. Dus waar de Stentor het negatief duidt, zijn zij wel de enige geweest die dat op die manier hebben gedaan. Ja. Het enige negatieve wat er uitkwam was die ene vierkante meter van de gemeente Oldebroek waar je niet thuis voelde. En dat was het spreekgestoelte waar je toen achter stond. Dat klopt. En volgens mij heb ik dat met een lach erbij gezegd. Ik heb ook gezegd dat ik graag alles relativeer. Dus dat was een manier om, om ook een kwinkslag in het verhaal te brengen. Ja. Je voelde je echt niet thuis achter het spreekgestoelte. Denk aan bepaalde onderwerpen, kunstgras, windmolens, dat je denkt van... Liefst zou ik wat anders doen. Nee, dat is niet aan de orde. Nee, ik voelde mij bij tijd en wijle juist wel thuis achter dat spreekgestoelte. Juist ook zeker bij de discussie over kunstgras vond ik het echt ergens over gaan. De discussie over WSC idem dito. Dat was ook zoiets dat je dus dat eigenlijk zei van toen werd er eindelijk eens een keer gediscussieerd in de raad. WSC en de gemeenteraad, dat brengt bij elkaar samen. Werd er anders niet inhoudelijk gediscussieerd? Ja, al zou ik dat vinden, dan zou ik dat nooit toegeven. Maar dat vind ik ook echt niet. Wat ik heb gezegd is dat WSC en windmolens, waar ik overigens geen portefeuillehouder ben, maar kunstgras weer wel, dat momenten waren waar de samenleving echt in de raadzaal aanwezig was en je echt één discussie had van de gemeente Oldebroek, van de samenleving en de gemeenteraad. En dat mijn te laat geleerde les is dat ook nog wel eens anders is. Dat je denkt van nou, het zwembad, daar moeten we wat mee. Dat ziet iedereen. Je moet zo'n voorziening behouden. Je moet in kaart brengen wat er nu nog niet werkt. Je moet in kaart brengen wat je verder moet gaan onderzoeken om een concretere stap te zetten richting verzelfstandiging. Ik meen dat de goede weg is. En dat er dan een discussie werd gevoerd in de raad die ik helemaal niet herkende. Waarvan ik dacht, ja, is dit nou waar onze burgers uiteindelijk profijt bij gaan hebben? Of is dit, wordt hier gezegd, deze discussie mogen we eigenlijk niet voeren omdat die ingewikkeld is. Nou, dan is dit een extreem voorbeeld. Er zijn mindere voorbeelden waar ik minder aan heb geleden. Maar in zijn algemeenheid, heb ik gezegd, is dat er te vaak een soort van parallelle wereld ontstaat in de gemeenteraad. Waarvan de samenleving ofwel niet weet dat die discussie zich in de raadzaal voordoet, ofwel dat men een andere visie daarop heeft. Je hebt afscheid genomen. Er zijn heel veel woorden gesproken, ook door de burgemeester. Wat is je ambitie voor het verdere van de toekomst? Want je bent teruggetreden. Eerst even de vraag ervoor nog. Van, heb je overdracht gedaan en komt de opvolger in een gespreid bedje terecht? Nou, kijk, een gespreid bedje is het nooit. Want ik vind dat een opvolger ook vooral weer zijn eigen visie... Maar dat bedoel ik, komt hij nog lijken tegen die uit de kast vallen zometeen? Oh, ongetwijfeld. Zeg maar, de lijken die ik zelf niet ben tegengekomen, die zullen nog wel ergens liggen. Ik denk dat we er wel heel veel hebben gehad. Ik weet, toen we aankwamen, hebben we als college, ik meen 38 of 36 issues benoemd. Van nou, daar moet extra op worden ingezet.
En ik meen dat een jaar geleden we nog eens hebben geteld. Toen was er nog eentje over en dat was Van Werven. En dat is ondertussen ook met de uitvoeringsovereenkomst is ook gesloten. Dus dat zal allemaal heel erg mee gaan vallen. Het spannende is natuurlijk, gaat het nieuwe college voortbouwen op wat het vorige college heeft neergezet met Oldebroek voor elkaar. Dat is echt wel iets waar ik met hart en ziel van overtuigd ben dat dat de weg is die we op moeten gaan. De samenleving veel meer ruimte geven, want daar leven allerlei ideeën en is men ook in staat om die ideeën te verwezenlijken. En dan moet de gemeente of de gemeenteraad moet daar niet de blokkade zijn om die ideeën tot uitvoering te brengen. Dus dat vind ik een hele spannende. Dat maakt het ook spannend om het los te laten en om het over te geven. Kun je dat wel of niet? Dat kan ik. Ja, dat doe ik. Dat is ook een kwestie van doen, hè? Want ik ben geen wethouder meer. Dus dan is het makkelijk om het los te laten. Want ik zit niet meer op het gemeentehuis. Ik heb ook niet de behoefte om me nu nog overal via de media tegenaan te bemoeien. Dus dit is eigenlijk al een riskante wat ik nu doe. Maar goed, bij wijze van afscheid dan. Ja. En de overdracht, dat heb ik even gelaten aan mijn opvolgers. Daar wil ik mij en mijn ideeën niet aan hen opdringen. Als zij een vraag hebben, dan verneem ik dat vanzelf. Ja. Goed, komt er nog die laatste vraag die ik het eerst stelde. Wat is je ambitie na het wethouderschap wat je hier in de gemeente Oldebroek hebt gedaan? Nou, in Oldebroek heb ik dus geleerd dat het vak mij wel ligt. Dat ik er veel plezier aan beleef. Dus als zich ergens op een later moment de kans voordoet om zo'n rol te vervullen. En het is een passende match, dan zal ik daar zeker voor gaan. Wat ik ook ontdekt heb, en dat was echt een eye-opener voor mij, dat het ondernemerschap mij wel trekt. Ja, wat je zzp'er? Ja, dat weet ik niet. Dat is ook zo alleen. Maar ik had de portefeuille economische zaken was eigenlijk het enige waar ik weinig voeling mee had toen ik wethouder werd. En dat is een onderwerp waar ik het meeste voeling mee heb gekregen. Werk is buitengewoon belangrijk. En economische zaken, dat zijn toch onze werkgevers die zichzelf en veel anderen bezighouden. Dus dat heeft wel mijn interesse gekregen. Nou, ik heb bijvoorbeeld morgen een gesprek met een ondernemer hier uit de regio, waar ik hem eens ga vragen van hoe heb je dat aangepakt? Wat kan ik daar nou van leren? Ik begrijp dus, je hebt een leuk netwerk opgebouwd, dus daar zul je vast uit kunnen putten. Ik had een leuk netwerk en dat is verder uitgebreid en dat ga ik ook onderhouden. Want feit is, dat helpt bij het vinden van een nieuwe baan en ik hoop ook dat dat snel het geval is. Ja. Wat zou je nog tegen de gemeente of tegen de inwoners van de gemeente Oldebroek willen zeggen? Nou, ik wil hen in de eerste plaats hartelijk danken. Ik heb de samenwerking als buitengewoon plezierig beleefd. Zelfs op die momenten dat het ook spannend was of dat we het niet met elkaar eens waren over iets. Kwamen we er altijd ook weer uit. En dat is ook mijn hoop voor de toekomst. Dat overheid en samenleving, eigenlijk in de andere volgorde, samenleving en overheid altijd in gesprek met elkaar blijven. Dus dat in de samenleving door een vereniging of een stichting of een bedrijf iets bedacht wordt. En dat ze gaan zoeken van nou, hoe kunnen we dat nou concretiseren. En dat ze dan aan de gemeente de vraag stellen, kunnen jullie ons hierbij nou helpen? En dat de gemeente ook in die mindset komt. Niet wij gaan het bedenken en we weten wel wat goed voor u is en luistert u maar even. Maar luisteren naar de samenleving en zoeken naar wat je dan wel kunt bieden en wat je wel mogelijk kunt maken. Nou, ik hoop dat ze die wijze raad op zich nemen en ter harte nemen. Carlo, bedankt voor alles dat je wethouder wilde zijn van de gemeente Oldebroek. Het ga je goed en God zegen voor alles en toekomst. Dankjewel.